7 september. Op de eerste zaterdag van september vindt in Roermond de jaarlijkse nationale herdenking plaats van de Nederlandse militairen die in de toenmalige overzeese rijksdelen hun leven hebben gegeven. Ruim 6000 Nederlandse militairen zijn in het voormalige Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea gesneuveld. De herdenking is natuurlijk niet alleen voor ouderen. Wat is het voor soep? Dat is tomatensoep. De Pauw aan de Roerkade, het mooiste plekje in Roermond. Hier worden de heerlijkste lunches vers bereid. En wat een enorme keuze. De perfecte lunch op de perfecte locatie aan het water. De Pauw, de beste lunches van Roermond.